De Nederlandse spoorwegen vervangen per 15 januari de Groep voor een nieuwe NS-groepsticket. Daarmee verwacht het vervoersbedrijf een einde te maken aan het misbruik van de groepskaartjes. In 2013 introduceerde de NS het Groep als actiekaartje voor groepen. Met de Groep kun je voor 7 euro door het hele land reizen. Maar volgens de NS misbruiken jaarlijks zo'n 240.000 reizigers de kopen e-tickets. Tussenhandelaren verdienden op grote schaal geld aan het doorverkopen van kaartjes en ook zijn er oplichters actief die verkochte kaartjes niet leveren. Al dus de NS-groepsticket en dus is een nieuwe NS-groepsticket in het leven geroepen. In tegenstelling tot het oude ticket moet de hele groep om hiervan gebruik te kunnen maken nu met dezelfde treinreizen. Bovendien is het groepsticket een enkele reis, vanaf iets minder dan 5 euro per persoon. Bij 7 personen reis je het hele land door. Het NS-groepsticket kun je alleen gebruiken op werkdagen, tijdens de daluren en in het weekend.